ben Caroline van Bille, ik ben HR-manager. Naast HR sta ik ook in voor Facility en IT bij Kinerps. Kinerps zit in de B2B-omgeving en wij gaan voornamelijk in B2B-zorg- en scholeninstellingen ons ergonomisch kantoor- en zitmeubilair verkopen in een projectverkoop. We segmenteren onze klant op basis van het volume dat zij kopen. De reden is voornamelijk om gerichte marketingacties op te zetten. Door de data die we hebben over onze klanten te segmenteren en verschillende klanten dan ook gerichter te kunnen benaderen. We hebben zelf ook al A, B, C, D segmentatie opgezet. Een A-klant is een klant die eigenlijk heel veel gekocht heeft. Waar we dan naar de D-klanten zijn dan eigenlijk eerder de one-shot. Eén bureaustoel, één tafel. AI kan ons daarbij helpen om nog meer het gerichtere te gaan doen. Waar wij dan hebben ingezet, het is een A-klant, gaat dan eigenlijk AI zeggen, opgelet. Het kan eigenlijk wel een B-klant zijn of omgekeerd. Zorg dat je basisinformatie zeer goed zit, dat het hoofd, de mailbox en de telefoon, dat de mensen krijgen, dat sowieso in uw CRM het systeem wordt ingezet. Maar ik raad zeker ook aan dat ze een goede partner onder de arm nemen om hun daarin te begeleiden. We denken er echt over na om met bepaalde partners rond tafel te gaan zitten. Om te kijken wat is er mogelijk, wat zijn de dingen die voor ons als Kinerps werkbaar kunnen zijn. Het is natuurlijk wel heel fijn dat je als klant de juiste informatie krijgt. En dat je niet overstelpt wordt met nieuwsbrieven die eigenlijk absoluut niet aan de orde zijn. Dus het heeft echt wel voordelen om het te doen. We willen eigenlijk onze klant persoonlijker kunnen aanspreken op het segment waarin ze zitten. Dat is eigenlijk ons doel.